Ja, Bart, je bent live inderdaad. Ja, daar komt wat op je af in één keer, hè? Ja, zeker. Ja, supermooi. Ik denk, mooie pot. Dus daar ben ik wel blij mee, ja. Je zette eigenlijk een beetje de lijn door van, vond ik, die vorige wedstrijd. Toen had je een aantal fraaie reddingen. Vandaag weer, hè? Ja, ging goed. Eerste wedstrijd natuurlijk een paar mooie reddingen. Nou, nu ook druk gehad. Dus ik denk dat we mooi op laten kunnen zien. Met name die ene bal op de lat. Later nog een keer een momentje dat je stapje naar voren deed, net terug. Dat zijn de momenten waar je misschien ook een beetje geluk moet hebben? Ja, tuurlijk. Ja. Ik wou verder voor mijn goalkeeper, omdat we verwachten dat ze veel lange bal gaan spelen. Dus ja, daar wil je natuurlijk tussen zitten. Nou, ja, dan valt hij er net overheen, maar gelukkig net op de lat. Ik zat er net denk ik niet bij anders, maar ja, supermooi. Voor de mensen die je niet kennen, keeper van de JO19? Ja, van de JO19, ja. Dus normaal gesproken een beetje in de luwte van de JO19. Dan moet je er vorige keer moet je erin. Wat voor spanning levert dat bij jou destijds op 25 november? Ja, het is wel anders natuurlijk. Met mijn eigen team wat minder niveau, gaat allemaal wat minder snel. Maar ja, op dat moment heb je hebt er niet echt goed tijd om over na te denken, want het gaat opeens heel snel, je verwacht het niet. Dus ja, nu heb je natuurlijk iets meer tijd, want ik wist al een tijdje dat ik deze ging spelen, iets meer tijd om over na te denken. Dus iets meer spanning vooraf, maar ja, als je er eenmaal in staat, dan heb ik daar ook niet echt last meer van, dan ja, gewoon focus. Vannacht nog wel even aan gedacht? Ja, wel een beetje, ja, natuurlijk. Het is wel spannend, veel mensen kijken. Belangrijk ook dat we gewoon die 1-0 wouden houden, nou, dat ging helaas nog mis. Gelukkig nog wel gescoord. Dus ja, het brengt wel spanning met zich mee, maar ik denk dat het ook wel weer een beetje voor focus zorgt, dus dat is ook mooi. Je kwam natuurlijk vorige keer ook flink in de picture in één keer, ook doordat je er geblesseerd af moest. Het ging helemaal om jou. Hoe heb je dat ervaren? Veel belangstelling? Ja, veel berichtjes gehad. Dat was niet gewend natuurlijk. Opeens, dat is natuurlijk een harde klap. Maar ja, dat is wel even anders. Normaal heb je natuurlijk nooit. Hoe lang heb je nodig gehad om te herstellen? Nou, best een tijdje. Ik wel een ruime maand. Toen ging het wel weer goed. Alleen heb ik nog wel wat concentratieprobleempjes, maar daar ben ik nu wel helemaal overheen. Ben je nou op een gegeven moment wat angstig als je in doel staat de eerste keren weer? Nee, ja, misschien de eerste keer, want ja, je hebt nog een beetje last misschien. Dus je wilt niet een bal op je hoofd of zo, maar ondertussen is dat ook wel weer weg. Ja. Je overwogen om met een helm te gaan keepen? Nee, dat lijkt me helemaal vervelend. Nee, dat is niks voor mij. Nou, vandaag pak je dan de punten ook met de Hogeveen. Ja, en nu verder, hè? Straks gewoon weer in de JO19? Ja, gewoon seizoen afmaken met onder-19. Nou, Renzo is natuurlijk nog geblesseerd, dus ik draai hier ook gewoon nog mee en dan seizoen afmaken. Ja, want daar is wel over gesproken dat je nu gewoon ook wel reservekeeper blijft de komende wedstrijd. Ja, ik ga gewoon nog mee als tweede keeper. Renzo, die kan nog een tijdje niet, dus daar ben ik gewoon bij. Gaat de keeper weg, hè? Ja, Stan, ja, vervelend. Ja, dus ik denk wel, ja, een hele goede keeper natuurlijk, die ga je gewoon missen. Dus ja, dat is wel zonde. Ik noem hem ook even, omdat hij heel jong, op zijn 17e natuurlijk in dat eerste kwam. Heb jij er ook zoiets van, wow? Ja, nee, ik heb net aangekondigd dat ik ga stoppen volgend jaar. Dus hier in ieder geval niet. Misschien ooit nog ergens anders als ik het opeens wel weer wil gaan doen. Maar momenteel zit het er niet in, helaas. Wat is de reden dat je wil gaan stoppen? Ja, ik heb het momenteel best wel druk. Ik wil ook opleiding volgen in Breda. Nou, als ik in Breda zit, is het natuurlijk lastig om hier mee te voetballen. Dus dat is een van de redenen. En het is vooral gewoon druk. Ik heb nu eigenlijk geen vrije tijd. Ik kan voorstellen dat dat lastig te combineren. Ja, zeker. Dus ik ben laatst voor gekozen om te stoppen. Bij de Baronie gaan voetballen zo in Breda, hè? Ja, die heb je ook. Daar zit in Breda. Zeker ook een mooie club. Dus wie weet ooit. Maar nu nog even lekker nagenieten. Ja, zeker. Komt zeker goed. Dankjewel, Bart. Dankjewel.